nieuwe auto voor 10 minuten. Suriname krijgt speciale prijs. En wat weet jij over Afrika? Goedenavond, welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Vier wielen, een motor, een stuur en natuurlijk nog veel meer. Oh yes, het jeugdjournaal heeft een nieuwe auto. De redactie wist er helemaal niets van. Terwijl ze dachten een promofilm te maken, stond er een veel grotere verrassing klaar. Ze hadden geen idee wat ze te wachten stond. Ze dachten dat ze meededen aan een promotiefilm voor het jeugdjournaal, totdat de schuifdeur open ging. Het team van het jeugdjournaal reageerde heel enthousiast bij het zien van hun nieuw cadeau. De auto is een cadeau van Kerstin Healthcare. En het komt goed van pas. Ja, ik ben heel erg blij met onze nieuwe auto. We hadden heel veel problemen met onze oude auto, maar dat heeft ons niet tegengehouden om ons werk te doen. Maar met deze was het perfect. 100! Ja! Hey boy! Jeugdjournaal, voorwaarts! Zucht, een diepe zucht, omdat we eindelijk onze oude auto mogen wegzetten, wegdoen. En ik ben heel erg blij met onze nieuwe auto, want nu kunnen we echt van oost naar west en van zuid naar noord. Nog niet in de lucht, maar dat komt nog wel. Dankjewel, Kerstin Healthcare! En natuurlijk gaan we er heel zuinig mee om, want het is een heel duur en kostbaar cadeau. Nu zal je ons in de verte al zien aankomen en kan je ons niet missen. Italiaanse verpleger genezen van Ebola. Walvishaai en reuzenrog voor de Surinaamse kust. En Suriname krijgt speciale prijs voor behalen van werelddoelen. Het is nu tijd voor onze korte nieuwsblok. Armoede in ons land is met 50% afgenomen. Samen met nog 13 andere landen is het ons land gelukt dit werelddoel te bereiken. Tijdens een speciale ceremonie van de Verenigde Naties hebben deze landen een speciale prijs hiervoor ontvangen. Voor ons land heeft ambassadeur Henry McDonald de prijs ontvangen. In 2000 hebben 189 landen beloofd te zullen werken aan 8 grote wereldproblemen. Het gaat om onder andere kindersterfte, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het bestrijden van HIV/AIDS en andere ziektes en armoede. Deze doelen moeten allemaal dit jaar behaald worden. Voor Suriname is het gelukt om malaria te bestrijden en nu is armoede voor de helft afgenomen. Maar er is nog veel te doen. Er zijn nog heel veel landen die nog steeds veel problemen hebben. Door samen te werken, denkt de VN dat de wereldproblemen beter aangepakt kunnen worden. Walvishaaien en reuzenmantas. Dit zijn grote, indrukwekkende kraakbeenvissen die al een aantal keer gespot zijn voor de Surinaamse kust. Een team van onderzoekers heeft in 2013 de dieren voor de eerste keer gezien. En steeds vaker zien ze de grote vissen opduiken. Volgens de Green Heritage Fund zien ook vissers steeds vaker de dieren voor de kust. Waarschijnlijk is de kust van Suriname, vooral tijdens de regentijd, een goede voedselplek voor de dieren. De walvishaai is werelds grootste vis en de reuzenmantas zijn werelds grootste rog. Een reuzenmanta wordt ook wel een grote duivelsrog genoemd, omdat hij wel 3000 kilo zwaar kan worden. Een walvishaai is 8 tot 15 meter lang en kan wel 15.000 kilo wegen. Ook kan hij tussen de 80 en 110 jaar oud worden. In de hele wereld zwemmen er slechts 1000 walvishaaien rond en zijn deze daarom ook zeer zeldzaam. Net als de reuzenmanta staat hij op de internationale rode lijst. Dit betekent dat de dieren kwetsbaar zijn en dat hun leefgebieden beschermd moeten worden. De Italiaanse verpleger die Ebola had, is genezen. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Gezondheid gemeld.
Hij had het virus opgelopen toen hij aan het werken was in Sierra Leone. De man is 27 jaar en afkomstig uit Sardinië, een eiland van Italië. Hij ligt al enkele weken in een ziekenhuis in Rome. De verpleger voelde de eerste symptomen van de ziekte 2 dagen na zijn terugkomst uit Afrika. Hij is het 2e geval van ebola in Italië. In totaal heeft de ebola-epidemie al meer dan 11.000 doden veroorzaakt in het westen van Afrika. Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Europa, ken jij ze allemaal? De werelddelen. Vandaag vertellen we jou meer over Afrika in onze wekelijkse rubriek Wie Wat Waar. Afrika is een werelddeel. Als ik hoor Afrika, denk aan een werelddeel. Afrika is in verschillende gebieden te verdelen. Noord-Afrika, Oost-Afrika, Zuid-Afrika, West-Afrika en Centraal-Afrika. In totaal telt Afrika 54 landen. Enkele bekende landen in Afrika zijn Egypte, Nigeria, Sierra Leone en Ethiopië. Dus Afrika is dicht bevolkt. Het heeft verschillende wilde dieren, zoals zandspinnen, rattelslangen, dingen, bergleeuwen. Dat uit verschillende landen bestaat, zoals Algerije, Egypte, Nigeria, Ghana. Ze hebben ook daar verschillende dieren, zoals olifanten, giraffen, leeuwen, tijgers. Afrika ligt bijna helemaal in de tropen en is het warmste werelddeel. Hier komen woestijnen en tropische regenwouden voor. Nergens in de wereld komen zoveel grote wilde dieren voor als in Afrika. De meeste mensen wonen in Nigeria. Dit land is rijk aan delfstoffen zoals ijzer, lood en zink. Het belangrijkste is aardolie. Egypte bestaat grotendeels uit woestijn. De eeuwenoude cultuur is zelf in de Bijbel terug te vinden. De piramides en tempels trekken dagelijks miljoenen toeristen. Ook Zuid-Afrika heeft veel inwoners, bijna 50 miljoen, en het is het rijkste land van Afrika. De beroemdste president van Zuid-Afrika was Nelson Mandela. Zuid-Afrika is een belangrijk landbouwland waar veel fruit vandaan komt. Ook worden hier veel delfstoffen gevonden, zoals goud en diamanten die veel geld opleveren. China, India en Japan. Weet jij in welk werelddeel deze landen voorkomen? Dat vertellen wij de volgende week. Denk maar erover na. Peace and love. Tot morgen.